Jullie allemaal, welkom terug bij een nieuwe YouTube video. Precies een jaar geleden startte ik het YouTube kanaal en het was echt een van de beste keuzes die ik ooit gemaakt heb. En vandaag wil ik met jullie delen wat ik heb geleerd in het afgelopen jaar en ook zeggen waarom het zo nice is om een YouTube kanaal te hebben. Ik heb al challenges gedaan die ik anders nooit zou gedaan hebben, zoals de Vinted challenge, de 1 cent challenge. Echt superveel coole dingen gedaan die ik anders buiten YouTube niet zou doen. En ik heb Acid ontmoet, Average Hulp ontmoet, echt zo nice. Echt waar, een YouTube kanaal hebben is zoiets cools. Zeker ook vandaag nog een kerel ontmoet en die zei dat hij mij kende van mijn YouTube kanaal. Dus dat is ook echt super chill. Maar er zijn ook natuurlijk een paar downsides en die ga ik zo meteen nog vertellen. Maar laten we eerst in de analytics kruipen, zodat ik jullie kan tonen hoeveel subscribers ik verdiend heb en al, hoeveel euro, al die stuff. Oké, let's go. Oké, guys, zoals jullie kunnen zien zitten we nu in mijn analytics tab. En ik ga het even zetten op afgelopen 365 dagen, want dat is ongeveer hoe lang ik bezig ben. Dus, zoals jullie kunnen zien, is er in het begin echt, zoals je kunt zien, heel weinig going on. En ook mijn video, ik upload heel weinig video's. De eerste weken waren ze wel ça va. Maar dan uiteindelijk, was even een stille fase hier. Dan hier ook, even een rustige fase. Want natuurlijk kan ik niet altijd bezig zijn met YouTube, ook mijn brand sowieso. Maar dan hier vanaf ongeveer oktober, september, oktober. Dan begint echt al veel video's te worden, wat echt wel heel cool is. Bam, en dan nu ben ik ongeveer elke week aan het uploaden. Dat is ook mijn doel om elke week een video te uploaden, elke zondag, dus zeker subscriben. En zoals je kunt zien heb ik 100.000 weergaven gekregen in een jaar, wat op zich echt wel heel nice is. Ik heb, 5.000 kijkuren gekregen, wat dat ook al heel cool is, want vanaf 4.000 kijkuren dan begin je geld te krijgen. 4.000 kijkuren en 1.000 abonnees. En ik heb 2.000 abonnees erbij verdiend in een jaar tijd, wat echt wel heel nice is, zeker voor mijn eerste jaar. Hopelijk gaat er volgend jaar staan 20.000 of zoiets, maar dat gaan we nog zien, sowieso. Dus al sinds echt al een heel nice begin. En ik heb een prachtige 36 euro gemaakt in dit afgelopen jaar. Wat eigenlijk niet klopt, want ik ben pas begonnen met geld verdienen vanaf 1 januari. Dus eigenlijk is het maar 36 euro in een maand en een half. En we gaan eens kijken welke video's het best presterend waren in dit afgelopen jaar. Dus, let's go! Allereerst natuurlijk de Acid video, zoals jullie al kunnen raden. 22.000 views heeft hij gehaald, wat op zich echt wel heel nice is. En het nice van de video was niet per se de views of dit en dat. Het nice was gewoon Acid ontmoeten, want dat is wel echt een legend van België. En dan de 1000 euro Vinted challenge in een week is de tweede best presterende, wat echt wel verbazingwekkend was, die zo goed is gegaan. 13.000 views is echt heel veel. Dus guys, als jullie nog video-ideeën hebben, zo'n challenges zoals Vinted Challenge, laat maar zeker weten in de comments. Ik wil ze zeker eens doen. Oké, dan gaan we verder met slechts presterende video. Zoals ik al dacht, de miljonaire gewoontes. Bam, dat was de slechts presterende video, die eronder tellen niet. De miljonaire gewoontes video, ja, die was gewoon, die thumbnail sukt gewoon een beetje, dus ja. Die was gewoon niet zo goed. Dan de leeftijd van de kijkers is 18 tot 24 meestal, wat wel logisch is. En hier 13 tot 17 ook. Jipsakee, thanks aan iedereen, alle jongeren die deze mijn video's kijken. En dan is er ook 0,3% 64-jarigen. Ook dankjewel aan jullie. Oké, dus ik wil even nog tonen dat het echt wel cool is dat hier, wanneer de eerste video geüpload is, dat je echt duidelijk die piek ziet. Dus dat is wel heel nice. Ik ga dat zeker vaker hun schoenen met mensen geven. Dat is zeker iets wat ik heel nice vind. Onlangs heb ik mijn average erop gedaan. Dat was ook heel leuk om te doen. Dus dat is iets wat ik denk ik wel ga blijven doen met het kanaal. Dus abonneer zeker als je dat nog verder wilt zien. Alright, dus dat waren de analytics. Jupsakee, daar zijn we vanaf. Huppa. En nu ga ik mijn levenslessen aan jullie vertellen die ik heb geleerd van YouTube. Dus de eerste les die ik heb geleerd is: neem een video editor aan. De eerste video's, zeker het eerste half jaar, deed ik al mijn editing zelf. Maar dat kan super veel tijd in beslag nemen. En zeker als je zo iets anders te doen hebt, zoals bijvoorbeeld ik met mijn brand. Ik ben daar bijna elke dag mee bezig. Elke dag dingen aan het regelen en zo. En ook nog wat andere dingen op de site. Dan is het echt wel de moeite waard om je tijd te saven en gewoon een video-editor aan te nemen. Ik doe dat persoonlijk met een goede vriend van mij, Casper. Ik weet dat hij goed kan editen, omdat ik vroeger met hem op school zat en aan het editen was met hem. En dus ik weet gewoon dat hij dat goed kan. Dus ik zei van, oké, Casper, yo, ik wil je betalen als je mijn video's edit. Kan je alsjeblieft doen? En hij zegt, ja, hupsakee. Dus nu meer dan de helft van mijn video's zijn geëdit door Casper. Dankjewel, Casper. En op zich is het ook wel nog leuk om video's te editen, maar het neemt gewoon zoveel tijd in beslag dat het gewoon veel voordeliger is en veel productiever is om het uit te besteden aan een vriend of aan iemand. Want dat kan ook redelijk cheap nog gebeuren. Je moet gewoon een goede vriend zoeken en dan kan hij dat allemaal wel regelen voor u. Uitbesteden, dat is echt een van de golden rules van YouTube. Maar wat ik nog even wil meedelen is dat een video-editor hebben niet altijd zo nice is. Sorry Casper, want het kost natuurlijk ook geld. En doordat Casper geld kost en dat ik niet zoveel verdien van mijn YouTube-kanaal, maar 36 euro, zit ik nu eigenlijk ongeveer 300 euro in verlies. Dus dan moet ik natuurlijk wel nog recht trekken door meer te verdienen op mijn YouTube-kanaal. En ook des te meer reden dat jullie moeten abonneren.
Dus ja, dat wil ik nog even meedelen dat het ook niet altijd een roze geur en maneschijn is een video-editor hebben. Maar het is wel gewoon op zich wel gewoon tijdbesparend en ik vind het wel de moeite waard. Dan mijn tweede les is: maak content die je zelf leuk vindt. Maar zorg ook wel dat het interessant is voor de anderen. Dus ik ga even eerlijk zijn, als je gewoon content puur maakt omdat je het leuk vindt, bijvoorbeeld als je met je hond gaat wandelen in het park, en als je dan gewoon aan het filmen bent en je denkt van oké, dat is super leuk. Oké, misschien is dat wel leuk voor jou of je familie, maar de meeste mensen gaan niet echt keren daarover als je met je hond aan het wandelen bent in het park. Dus zorg ook wel dat je content interessant blijft, zodat je informatie of entertainment geeft, zodat mensen het leuk vinden, zodat mensen jou leuk vinden, zodat het niet gewoon een random video is dat er zoveel van zijn, zodat jij iets hebt aan te bieden aan de mensen. Dat als je een video van 10 minuten maakt, dat die 10 minuten dat ze aan jou geven, dat dat 10 minuten waard is. Ik doe altijd mijn best om dit te doen met mijn video's en ik denk echt dat dat heel, heel belangrijk is. Dat je heel veel waarde geeft aan de persoon. Want natuurlijk, er zijn zoveel YouTubers, zoveel mensen die iets proberen te doen. Waarom is jouw video de tijd waard? Zorg ervoor dat die de tijd waard is. En dan mijn derde tip, als je niet weet wat voor content je moet maken, maak dan gewoon content die je zelf kijkt. Kijk gewoon een keer door je homepage op YouTube of kijk naar de mensen die je volgt op YouTube. En je gaat zien dat veel van die mensen waarschijnlijk dezelfde soort video's maken. Ik ben persoonlijk redelijk hard geïnteresseerd in zo finance-achtige video's. Gelijk Jordan Welch of Iman Gadzi. Maar ook enerzijds in Ryan Trahan of Mr. Beast. Dus ik hou een beetje van die twee werelden. Zo'n beetje de finance-achtige wereld. En ook zo'n beetje van de challenge-type wereld. Dus ik hou ervan om zo die video's zo wat te combineren. Enerzijds heel veel informatie te geven. Maar anderzijds ook eerder van die challenges doen. Gelijk de Vinted Challenge. En dus kijk, maak gewoon wat je zelf nice vindt. Want vaak ga je denken van, oh nee, wat voor soort video's moet ik maken? Wat is mijn niche? Al die soort dingen. Maar maak gewoon wat je zelf leuk vindt om te kijken. Want dat betekent dat er andere mensen zijn die dat ook leuk vinden. En dat is echt super nice om gewoon ja, dingen te maken die je zelf zou willen kijken. En dan mijn vierde tip, zorg ervoor dat de titels en thumbnails eruit springen. Een van de meest belangrijke dingen van een YouTube video maken is niet de video zelf, maar is de titel en thumbnail. Want zo gaan mensen klikken. Mr. Beast zei ooit een keer dat het heel belangrijk is dat mensen klikken en dat mensen kijken. En als je zorgt dat mensen klikken, heb je tenminste de helft al gedaan. En moet je gewoon zorgen dat de video ook redelijk goed is. Maar als je mensen niet laat klikken, gaan ze ook nooit de video kijken. Dus guys, zorg voor de titel en de thumbnail echt eruit springen. Zorg dat het echt een meesterwerk is. Ik probeer altijd hier, bam bam bam, mijn titels en thumbnails iets nice te maken. Het is redelijk moeilijk om een goede titel en thumbnail te kiezen. Maar als je zo wat leert hoe dat moet en zo, en gewoon inspiratie neemt van andere YouTubers, dan lukt het altijd wel. Dus guys, titel en thumbnail is ook iets heel leuk om mee te experimenteren. Alright, en dan wil ik jullie zeker nog meegeven dat jullie zeker niet moeten bang zijn om een YouTube kanaal te starten. Het is echt een van de beste keuzes die ik ooit gemaakt heb. En ik film letterlijk alles met mijn iPhone. Dus je moet niet bang zijn van, oh nee, ik heb geen coole camera of zo. Nee, ik film alles op mijn iPhone. Ik edit het dan wel op Premiere Pro of via mijn editor Casper. Maar een iPhone is zeker goed genoeg. Zeker de nieuwste zijn echt allemaal super goed. Dus guys, het is zeker allemaal mogelijk. Je moet niks crazy hebben, geen crazy apparatuur of zo. Doe het gewoon als je een YouTuber wilt worden. Waarschijnlijk ben je deze video's aan het kijken op de gsm. Dus pak die gsm, film jezelf, edit het en upload die shit, man. Ga ervoor. YouTube is echt super nice. Bedankt allemaal voor het kijken. Abonneer zeker voor meer. Dan ga ik hopelijk ooit nog een keer die 100k halen en die playbutton hebben. Dus guys, dank jullie wel. Bekijk deze video nog een keer. En dan zie ik jullie de volgende keer. Salut!